Bij ons in de studio vandaag is Pascal Kuipers. En Pascal, dat is al eens een keer eerder op TV11 geweest, maar dat is al een tijdje geleden, of niet Pascal? Dat is nu precies 3 jaar geleden, toen wordt vorige boek uit. Ja, want dat was het al eigenlijk, hij was het thuis. Vorige keer heb ze die boek bij ons over die boek verteld. Nu zijn we 3 jaar weer en dat is weer het nu, zo te zien. Ja, klopt. Ik ben vanaf januari 2019 ben ik bezig geweest met dit boek, een nieuwe boek. Dat is vorige week goed gekomen. Mm-hmm. Woordenwisseling heet het. En het woord zet het eigenlijk al, de titel. Het is een woordenwisseling tussen een 24 bekende Nederlanders met mij. Wie kwam ze op dat idee om dat te gaan doen? De vorige beuk was een verzameling van mijn verhalen en columns. Mm-hmm. Plus uitspraken van leerlingen, van school en gedichten. Ja, want dat hebben we er nog meer bij verteld. Hè? De bus ook leraar natuurlijk. Hè? Ja, dus niet alleen schrijver. Ja. Ik ben in eerste instantie zelfs leraar. Hè? Kijk, dit komt erbij. Dus, hoe geef ze les? Wat is die school? Ik geef in Echte op het Connect College les. Mm-hmm. Geef ik tekenen en beeldende vorming. Mm-hmm. Ik doe nog falangsbegeleiding en ja. Einde dagen in de week heb ik free gepakt. Van een volle baan naar iets minder. En ja, daar heb ik dan de tijd voor om mijn andere bezigheden te doen. En ja, dat is dit boek onder andere door ons. Maar er is dus heel duidelijk wel een relatie tussen woord en verschrift. Want heel duk scheiden dat ook weer onderwijs in de buurt. Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb altijd dat thema, toch de rode draad, zeg maar, is het onderwijs. En daar kan de maatschappij bij, dat zit vast in heen. Mm-hmm. Onderwijs is de maatschappij. Ja. En dat is in dit boek komt dat ook naar voren. Dus hier hebben we ook als voorwaarde gehad dat onderwijs de rode draad moet zijn. Mm-hmm. En dat de lui die lezen van elk verhaal van die lui wat met hebben gedaan, gaat kunnen leren. Ja. En dat is heel divers. Ja, de gooien ze het eigenlijk aan, een woordenwisseling. Het gaat een woordenwisseling naar me gaan tussen dich en een bekende Nederlander. Is dat een beetje wie voor het moet zijn? Ja, klopt. Ik heb... Ik ga eerst het idee heb ik moeten pitchen bij de uitgever natuurlijk. Het is niet vanzelfsprekend dat we hier meteen met gaan beginnen. Mm-hmm. Hij zocht er in en ja, dat was natuurlijk hartstikke fijn. En hij zei van, begin maar, we zien wie het gaat. Mm-hmm. En nou, dat ging eigenlijk heel erg goed, ook in het begin. Daar ben ik dus mee door mogen gaan. En ja, na verloop van tijd had ik zoveel lui bijeen dat ik dat toch wel een flink beugje met vol kreeg. Ja. En toen was eigenlijk de afspraak tussen de 20 en de 24 lui. Dat is een mooi aantal voor het boek. Ja. Het zijn er 24 geworden. Dus. Dat zijn BN'ers, hè, bekende Nederlanders. Mensen die namen komen sowieso wel bekend voor als we ze opleiden. Ja. Ze gaat veel beelden. Wem hebben ze benaderd? En wie kwamen ze met die mensen in contact? Ja, nou, ik heb de insteek was dat we vanuit heel veel verschillende werkvelden lui benaderden. Dus ik heb heel veel contacten moeten leggen. Heel veel moeten inlezen, dus ook de achtergrond van lui, dat ze wetsloosheid over hebben, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dat ze niet met de mond vol tijd thuis als ze lui is bellen of met je schrijven. Mm-hmm. Dus dat wordt het eerste vereist. Een beetje man-vrouw verdeling. En nou ja, enkele namen die. Ja, ze staan ook ver op. Dus ik heb bijvoorbeeld de 3FM-DJ Frank van der Lende zit erin. Splinter Chabot, Dolf Jansen, Suzanne Zegers van Musical Utremun. Ja. Jan de Bouvry. Octavie Wolters, dat is een schrijfster uit Utremun. Hans van Breukelen, Hans Kazan, Pierre Wendt, Maarten van Rossum zit erbij. Ja, inderdaad, zo'n beetje uit de hele samenleving. Ja, hè? Het zijn niet alleen sporters of alleen schrijvers. Nee, of, nee, dat woog de insteek, klopt. Ja, en dan gaf ze al aan, een thema is dan dus het onderwijs. Hè? Mm-hmm. Dit zijn mensen, ja, die hebben, ja, we hebben allemaal wel onderwijs gehad. Ja. Mensen dus gaat minder dan de jonge mensen. Hoe gaat het dan zoal over in die gesprekken? Over haar eigen onderwijservaringen bijvoorbeeld? Ja, dat woog de insteek. We hebben eerst... eigen onderwijservaringen vooral besproken en beschreven. Nou, er komen heel diverse verhalen komen er ook naar voren. Dat is logisch. Daar zei ze ook van inderdaad, ja, Maarten Vossen bijvoorbeeld, hij is toch al een stuk in de 70. Dus hij heeft heel andere ervaringen als een van in de 20 natuurlijk. Hè. Ja, dat ligt gaat korter bij. En dat is juist het interessante om te horen van die lui, hè, die toch bekend zijn, dat ze door dingen van kreeg sturen, ja, die is eigenlijk nooit heurs. En ook misschien wel wie het onderwijs veranderd is dan. Wie het onderwijs veranderd is, inderdaad. En wie hij dat ervaren heeft. Dus bijvoorbeeld, te kunnen binnenvuren dat er een hele stille leerling wordt. En hij had niks met druktemakers. En een mooie quote is ook van hem.
Dat er jongens die zijn zo druk en altijd handjes gedragen en zo. En hij zei van, het zou geen kwaad kunnen om de man voor een tijdje af te schaffen. Dat is bijvoorbeeld een mooie quote van hem in dat boek. En dan hoorde ze hem dat ook echt zeggen als ze dat leus. Ja, dat is als ze zien stemmen. Ja, precies. Dat hebben ze bij sommige mensen. Ja, dat als ze ze leus, dan hoort ze wie ze kallen. Ja, precies. Dat klopt. En hij heeft een heel kenmerkende stem en uitspraken natuurlijk. Dus, ja, en daar heb ik dan mogen bellen. En dat dan is het moeilijk om met die mensen in contact te komen, want dat zijn net de minsten. Hè, ja, klopt. Ik heb bewust vrij hoog ingezet. Je kan altijd nog naar andere lui af dwalen, zeg maar. Met alle respect natuurlijk. Maar het verbaasde me dat, dat zoveel bekenden toch de tijd nemen en met wou doen aan dit boek. En ja, het was allemaal voor niks. Hè. Dus het is toch ook hun tijd. Ja. Ja goed, ze komen nou wel in de publicatie en dat is natuurlijk ook fijn, hè, voor iedereen. Ja. Maar dat ging heel goed. Het benaderen wordt via management vaak, maar toch meestal via een eigen mailadres of telefoonnummer. En, ja, dan worden ze ook heel makkelijk. En dan denken ze van, ik hoor nooit meer gehad, maar vervolgens krijgt ze toch een reactie. Dat kende ook. Ja. Ik heb in totaal 128 lui benaderd. Er zijn er dus 24 van, ja, gewoon meedoen. En er zit heel veel tussen van, lui was er niks van uurs. En lui was er van uurs van, ja, ik heb het zo druk, ik zin het niet zetten en heel leuk. Ja. Maar, nou ja, dat kan ik ook begrijpen, want we hebben het allemaal druk. En zeker als toch bekend we zijn heel veel op de gaaf komen. Ja. Maar daarom ben ik ook heel blij dat we toch buurlijke namen van met status erin hebben gekregen. Ja, ja. Kunt ze een beetje wat algemeen zeggen wie mensen terugkijken op haar onderwijsperiode? Is dat positief of hebben dat mensen ook wel slechte herinneringen daaraan? In heel veel verhalen, niet in alle, komt naar voren dat de herinneringen die blijven zijn of de hele positieve of de hele negatieve. En dat viel me echt heel erg op dat jullie toch wel echt heel zwart-wit kunnen zijn. Ja, met bepaalde anekdotes komen van, dat heb ik toen metgemaakt. Ja, er staan anekdotes inderdaad en daar kunnen ze ook honderden over vertellen. Ja. En de hele negatieve is bijvoorbeeld met pestgedrag, wat kan voorkomen. Maar ook docenten die niet heel tactische dingen hebben gezag of gedaan, waardoor ze toch dat nu nog steeds weten. Die toch een grote impact hebben gehad. Dan, ja, behoorlijke impact heeft. En dat nemen ze toch in hun leven met. Mm. Dat blijkt wel, ook als ze bekend was. Ja. En die verhalen die komen dus ook naar voren in het boek. Maar gelukkig ook heel positief. Hè? Dus bijvoorbeeld Splinter Chabot bijvoorbeeld, wordt heel enthousiast over een aantal docenten op zijn middelbare school. Mm. Die bijvoorbeeld van geschiedenis menigte docent, die dan op de tafel sprong en ging uitbeelden van bepaalde situaties uit de geschiedenis. En ja, die dingen bleven bij en daar leert ze ook echt van, want dat is hem ook weer bijgebleven. Ik denk dat het voor leerkrachten interessant is, het boek, want we hebben natuurlijk de dagelijkse gang van zaken daarmee. Ja. Maar ja, we hebben eigenlijk allemaal op school gezeten, dus eigenlijk zou iedereen het boek kunnen lezen. Ja, dat is ook de insteek. Dus iedereen het onderwijs gehad. Hè? In Nederland mogen we daar heel blij mee zijn dat dat zo is. Mm. Maar iedereen die wat nu al heel lang uit het onderwijs is en niet lesgeeft, het ook aan dit boek gaat, want er komen zoveel dingen aan bod. Ook over andere dingen uit het leven van die lui, wie hun carrière tot stand is gekomen. Ook dingen die minder leuk zijn, maar ook dingen die we nog, die echt totaal nog niet wisten, die naar voren zijn gekomen. En ja, dat zijn hartstikke chique dingen. Dat is ook die vrijheid hebben gehad om erover mogen te vertellen en te schrijven. Ja. Is het boek al verschenen? Ja, het is vorige week verschenen via de site van de uitgever, dus, uitgeverij Quirijn. Mm-hmm. Dat is een website, het kan via bol.com besteld worden en ook in de boekhandel op bestelling, ISBN-nummer staat erin. Dus het kan eigenlijk overal kent ze doet halen. Ja, we gaan hem zeker. Woordenwisseling, Pascal Kuipers, bedankt voor de komst naar de studio. Alsjeblieft.